Het kanaal heet niet meer Tunes, het is vanaf nu Tune. Ik heet dan ook Niels Tune. Eigenlijk... Niels Tune. Wow. Dag, beste kijkertjes. Fuck, man. Er is van alles gebeurd in mijn leven. Ik heb de laatste 3 maanden gewerkt voor Medialaan. En meer bepaald heb ik video's zitten maken voor de showbizpagina van Het Laatste Nieuws. Justin Bieber toont reusachtige nieuwe tattoo, dat heb ik gedaan. Of deze 5 bekendheden zijn een keer te veel. Onder het mes gegaan. Dat was ik ook. En deze celebrity-koppels vonden elkaar terug na een breuk. U raadt het al. Niels Tune. Wow. Ondertussen is mijn contract bij Medialaan afgelopen. Dus ik ben werkloos. Ik heb in die hele tijd maar 1 YouTube-video gemaakt. En dat is een rapsong met mijn broers. Ah, hier is ze. Nog een pinke Sam. 24 op 24 is een blam. Het is niet dat ik niet geprobeerd heb om nieuwe dingen te maken. Hier is bijvoorbeeld een onafgewerkt projectje van een paar weken geleden. Ik ben begonnen in de media met slechts 1 doel. En dat was Showbiz Bart ontmoeten. Ik heb Showbiz Bart ontmoet en wij zijn nu zeker geen beste vrienden. Desalniettemin erkennen wij elkaars bestaan. Yeah, boy! Voor ik nu in vrede heen kan gaan, moet ik toch iets teruggeven aan jullie, de kijkertjes. En ik dacht aan een lied. Uiteindelijk ging het lied en de rest van de video over prostaatkankerpreventie. De vinger in uw poep voor 1 miljoen, zou jij het doen? Hoeveel is uw leven waard? Wilt je nog genieten van uw pensioen? Of steekt je misschien liever uw kop in de grond, in de hoop dat alles goed komt? Hoe langer ik erover deed, hoe slechter dat het werd. Ik vond het echt niet meer zo grappig, dus ik heb het nooit afgemaakt. moest iemand toch het liedje willen, stuur me iets. Dus, jongens en meisjes, het is tijd om mijn mojo terug te vinden. Check jullie later. We komen terug. We doen het. We doen het, Mattie. We doen het toch gewoon?